Ja, we hebben het diepe spits. Hij heeft het ook al gedaan bij Schalke natuurlijk. Maar het is natuurlijk zo dat Kieze Tillim vorige week... Met terug naar het doel. Kan hij nog draaien? Probeert het. De knal. Waar is de bal, zegt Van Kronbrugge. Maar hij heeft hem. Ja. Heet standje daar voor de goal. Ze gaan moeite hebben in de box-to-box studio om die rust vol te praten, denk ik. Randje buitenspel. Agbadou die hapt. En eindelijk is een bal tussen de palen en het is meteen een goeie. Anderlecht op voorsprong, daar is die flits en niet toevallig aan de rechterkant. Absoluut. Van Amuzu die snelheid maakt, op het goede moment gegeven. En dan kan je toch wel spreken van een fladertje. De bal is er niet over, dus ik denk dat hij op het konto komt van Benito Raman. Maar alle krediet toch vooral aan... Raman met de goal. Zowel Murillo als Amuzu. Kijk, de reactie van een drie, te laat in de reactie. En Rodin, die moet die bal wel klemmen. Raman. Ja, Raman met vertrouwen nu. Krijgt hij hem nog tot bij Amuzu? Raman. Dribbelen, draaien, keren. Gomez, Hashimeru. In de voeten van Gomez. En Nourouddin kreeg een bal op zich. Raman, hier is het al voorbij. En is het Hashimeru die niet goed schiet. Waardoor de bal terug bij Gomez komt. Te centraal, maar wel een hoekschop. Maar het begint vooral met die vooractie ernet. En kop. Murillo moet even verdedigen nu. Dat is nog een goede Prevljak. En Van Kronbrugge die probeerde nog wel. Maar de bal alsnog in het mandje. Het is 1-1. Vlak voor de rust. In de toegevoegde tijd. Prevljak om te koppen. De fantastische redding van Kronbrugge nog wel. Kijk hier de kwaliteit in deze voorzet. Prevljak die daar helemaal alleen gelaten wordt. Ja, je kan Van Kronbrugge heel weinig verwijten. Die doet er nog alles aan om die ballen tegen te houden. Maar dan is er nog de reactie van Kools die snel reageert. Die staat daar ook trouwens helemaal alleen. Te weinig mensen daar ook in de buurt voor de tweede bal. En dan dit, is het... perfecte voorzet op de stropdas van Prevljak. Is die van Miralas. Einde contract bij zijn club. Gaziantep. Eerst deze aanval volgen. Bal tot bij Murillo. En via Amuzu, de deviatie nog gaat hij. Murillo die hier alweer goed opduikt. Een drie die hem voor de zoveelste keer laat lopen. Komt goed naar binnen. Maar dan het schot niet zo goed. Gomez, arm de lucht in. En de kopslag tegen de paal. Hier gaan we nog eens zien. Ze zitten daar in een pakje bijeen. En dan is het Howard Bellis die de paal treft. Klimt daar hoger dan zijn rechtstreekse tegenstander. En heeft dan de pech dat hij op die manier niet... Kayembe. Beck. Oh, en tegen de lat. En nu is het Anderlecht dat heel goed wegkomt. En het was een drie die daar voor één keer de maat nam van Murillo. Lovenswaardige poging. Hier nog eens kijken naar die kans van Eupen en dat schot van een drie. Onhoudbaar voor Van Kronbrugge. Komt daar goed ingedoken voor Murillo. Wint daar voor het eerst zijn duel. Een gooi in de draai. Ook de paal. Jongen. Wel nog aangeraakt. In die draai met een verdediger in zijn rug. Knap kort weggedraaid. Nog... De vrije trap, tweemansmuurtje, Verscharen Amuzu. Een momentje kan dit worden voor Eupen. En opnieuw het doelkader, onwaarschijnlijk Anderlecht ontsnapt. Ja. Voor de derde keer. Goeie voorzet alweer van Peters met heel veel gevoel. Beck is de man die kopt richting doel tegen de deklat. En dan moet je kijken naar het vervolg. De tweede bal valt hier voor. Ja, door de snelheid van die bal natuurlijk die terugkaatst van de deklat. Waardoor hij hem niet kan kort houden. Vrij trap genomen. Een gooi. Simuleren. Van Kronbrugge. Goed plat. Hashimeru. Bij Eupen willen ze nog een dubbele wissel invoeren. Maar het zal niet meer nodig zijn. En zo eindigt het hier aan Keerwek op een 1-1 gelijkspel. En blijft Anderlecht.